Als op korte termijn niets wordt gedaan aan de verbetering van de werkomstandigheden van de Amsterdamse politie, zullen stiptheidsacties worden gehouden. Dat bleek vanmorgen tijdens een protestvergadering in Amsterdam, waar ongeveer 1000 agenten waren. De Amsterdamse afdelingen van de politiebonden vinden dat de korpssterkte moet worden uitgebreid en ook dat er een betere beloning moet komen voor het onaangename werk in de hoofdstad. De vrijdag door minister Van Tijn toegezegde landelijke loonsverhoging voor de agenten, 1500 tot 2000 gulden bruto per jaar, nemen voor Amsterdam de negatieve aspecten van het werk niet weg, aldus de bonden. Dit volgens ons misplaatst loyaliteitsgevoel van de ministers en ook eenzijdig opgelegd door deze ministers, wordt door ons uitgelegd als een regelrechte miskenning van het rapport Werkdruk Amsterdamse Politie en als grievend en beledigend ervaren. Wij vragen ons af. Vier agenten te paard begeleiden na afloop van de bijeenkomst een protestmars door de Amsterdamse binnenstad. De ongeveer 1000 politiemensen liepen via het Rokin naar het stadhuis. In het stadhuis werd een petitie aangeboden met de wensen van de Amsterdamse afdelingen. Burgemeester Polak wilde nog geen toezeggingen doen, maar wel erkende hij de moeilijke werksituatie van de politie en zei bereid te zijn tot een reëel gesprek. Na de demonstratie gingen de agenten weer aan het werk. De bonden hopen dat het overleg met burgemeester Polak binnen enkele weken tot resultaat zal leiden.